De verschillende vakbonden aangesloten bij C47 maken zich op voor het voeren van acties. Aanleiding hiertoe is de schending van vakbondsrechten door de overheid en de verplichting van het ministerie van Financiën aan ambtenaren om een giro-rekening te openen bij de Surinaamse postsparbank SPSB. Ook de stijging van de benzineprijzen is een groot zorgpunt. Vandaag heeft C47 een assemblee van de arbeid gehouden waarin deze zorgpunten kenbaar zijn gemaakt. C47-voorzitter Robbie Berenstein sprak de aanwezigen toe. Hij vindt het erg dat de regering elke vorm van communicatie vermijdt. We hebben in dat kader, we schrijven aan de regering een briefje. Ja, die brief heb ik hier voor me, mijn lezing voor. Maar het komt er dat meer dat ik hier nog. We zouden alle de punten per ding over te rieden. En we tegen de regering dat hier, draai die zaak terug. Die brief is op 22 september geschreven of gegaan naar de regering. Overigens, na deze regering horing een jaar geleden. Ja, en we mogen nu jokken. Als schreef die, ik denk dat die brief een dag van tevoren is gegaan. Maar, ja, maar 22 september, correct moet je zo'n piki. Alleen, een piki was niet zeggend. Berenstein zei verder dat er op verschillende niveaus strijd zal worden gevoerd totdat de regering haar misstappen corrigeert. En die strijd gaan we aan op verschillende niveaus. Nationaal, JASO, hebben we een aantal stappen te ondernemen. En mensen, nogmaals, UNO ligt werknemers in de particuliere sector. Inom geen tak nog ver van mijn bedshow. Want Tamara had een UNO voor door. Vandaar dat we dat alvast als bestuur. Ook van andere vakcentrales, dat stukje solidariteit en die ondersteuning hebben gegeven aan die onderwijzers. Maar als centrale moeten we daar over eens worden dat, nou was Trisang, collectief om ondersteuning. Robbie Berenstein van de vakcentrale C47 vandaag tijdens de Assemblee van de Arbeid. De rode draad tijdens deze assemblee was dat de vakbonden vinden dat hun rechten door de regering worden vertrapt.